Periode 4.3, les 5, parlementaire democratie, deel 1, politieke stromingen. Een politieke partij is vaak gebaseerd op de ideologie van een groep mensen. Nou, wat is een ideologie? Dat is, definitie, een samenhangend geheel van denkbeelden over de mens en de gewenste inrichting van de samenleving. Oftewel, je hebt een beeld van iets, je hebt bepaalde waarden en normen en je wil dat jouw maatschappij daarna wordt ingericht. En om dat voor elkaar te krijgen, richt je dus een politieke partij namens die ideologie op. Nou, de ideologie heeft ook standpunten over de sociaal-economische verhoudingen. Oftewel, hoe gaan we met ons geld om binnen onze samenleving? Nou, hier onderscheiden we linkse en rechtse ideologieën. Als we naar de sociaal-economische verhoudingen kijken binnen de verschillende partijen, dan zien we dat we linkse partijen en rechtse partijen hebben. Nou, de sociaal-economische verhoudingen gaat dus over geld. Gaat over hoe moet welvaart worden verdeeld of gedeeld. Nou, hier zie je het tabelletje links, midden, rechts. En aan de linkerkant staat een actieve overheid en aan de rechterkant een passieve overheid. Een actieve overheid moet zich eigenlijk vaak met allerlei zaken bemoeien om voor iedereen gelijke kansen te creëren. Laatste punt wat je hier ziet. Een passieve overheid betekent dat iedereen de vrijheid moet krijgen en zeker ook de economische vrijheid om zijn ding te doen. Dan moet er geen belastingen bij komen vanuit de overheid. Dan moet de overheid niet al te veel regeltjes en wetten voor opstellen. Dat is rechts. Nou, zit je een beetje daar tussenin, dan kom je in het midden uit. Links vindt ook dat er een eerlijke verdeling van inkomen moet zijn. Met andere woorden, verdien je weinig, moet je bijvoorbeeld ook weinig belasting betalen. Verdien je veel, dan moet je veel belastingen betalen. Rechts vindt belastingen eigenlijk het liefst helemaal niet, maar als het dan toch moet, zo laag mogelijk. En links vindt dat er een uitgebreide verzorgingsstaat moet zijn. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat een land voor ons zorgt. Dat we op het moment dat je werkloos wordt, dat er bijvoorbeeld een uitkering komt. Dat je in ieder geval altijd een dak boven je hoofd hebt. Dat er altijd onderwijs geregeld is. Rechts zegt, mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid. Eigenlijk zegt rechts ook, van, ja, lukt het je niet, dan heb je pech gehad. En dat staat lijnrecht tegenover links. Kijk ook even dit filmpje over links en rechts. Alle linkjes naar filmpjes heb ik in één apart Word-bestand gezet. We behandelen nu even de drie belangrijkste stromingen in de Nederlandse politiek. En we beginnen bij het liberalisme. Nou, daar zit het woord liberaal wat vrij betekent in. En de belangrijkste waarde is dan ook vrijheid voor deze partij. Economische vrijheid. Minder regels als je handel wil drijven, als je een bedrijfje wilt beginnen. Een vrije markteconomie. Geen invoerheffingen, geen staatssteun. Want op het moment dat je staatssteun geeft, is het voor bedrijven vanuit andere landen veel lastiger om op dat gebied te concurreren. En lagere belastingen, dat we net al zagen aan de rechterkant. Dus het liberalisme zit aan de rechterkant, dat zie je al. Het gaat ook over persoonlijke vrijheid. Bijvoorbeeld ten aanzien van geloofs- en levensovertuiging. Dan mag je helemaal zelf weten wat je kiest. Euthanasie mag je helemaal zelf weten wat je kiest. Het homohuwelijk mag je helemaal zelf weten wat je kiest. Genotsmiddelen mag je helemaal zelf weten wat je kiest. Dus daar wordt niet over gezegd verbieden. Nou, partijen die liberalisme aanhangen in Nederland zijn de VVD. Dat is op dit moment de grootste partij van het land. D66 zit samen met de VVD dan ook in dit kabinet. En ook de Partij voor de Vrijheid. Daar zit ook weer het woord vrijheid in. Ook een liberale partij. Dit jaar wel een beetje pech, want je moet namelijk van de meeste partijen ook de fractievoorzitters kennen. En heel vaak is de fractievoorzitter ook de lijsttrekker bij de verkiezingen. Alleen bij de komende verkiezingen zit dat toch een beetje anders. Want bijvoorbeeld de VVD, de Volkspartij voor de Vrijheid en de Democratie, daar is de fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Die heeft al gezegd, ik stop ermee na de verkiezingen. En de lijsttrekker is Mark Rutte. De PVV, de Partij voor de Vrijheid, daar is de lijsttrekker Geert Wilders
Geen twijfel over Morok, dat is al jaren zo, dat zal ook niet zo snel veranderen. Maar bijvoorbeeld D66, Democraten 66, opgericht in 1966, heeft als fractievoorzitter Rob Jette. Ook hij gaat er mee stoppen waarschijnlijk na de Tweede Kamerverkiezingen. En de lijsttrekker hier is Sigrid Kaag, nu nog minister in het kabinet. Het demissionaire kabinet. De tweede stroming die we onderscheiden is het socialisme, met als belangrijke waarden solidariteit en gelijkheid. Deze stroming is ontstaan in de 19e eeuw als reactie op de slechte werkomstandigheden tijdens de industriële revolutie, toen grote fabrieken opkwamen, geleid door de superrijke eigenaren die hun arbeiders aan het uitbuiten waren. Nou, de radicaalste groep, dat waren de communisten. En die zeiden dan ook, de arbeider moet een revolutie ontketenen. Om op die manier een eerlijke verdeling van kennis, inkomen en macht te realiseren. Nou, tegenwoordig is de belangrijkste stroming de sociaaldemocratie. Die vinden dat een vrije markteconomie, dat kan. Maar wel met een uitgebreide verzorgingsstaat. Met andere woorden, er moet wel een vangnet zijn voor al die mensen in die vrije markteconomie. Zodat als het een keer misgaat, er een grote werkloosheid komt, al die mensen niet direct op straat komen te staan en bij wijze van spreken met een tentje in een bos moeten gaan slapen. Zoals het bijvoorbeeld in Amerika heel vaak gebeurt als er weer eens een crisis uitbreekt. Socialistische partijen die we onderscheiden zijn GroenLinks, de SP, de Partij voor de Dieren, een kleine op sommige gebieden, en de Partij voor de Arbeid, oftewel de Partij voor de Arbeiders. Hè? De oorsprong van het socialisme. Dit zijn de drie belangrijkste socialistische partijen met hun fractievoorzitter en ook bij deze verkiezingen hun lijsttrekker. Partij voor de Arbeid, met als lijsttrekker Lilianne Ploemen, die nog niet zo heel lang lijsttrekker en fractievoorzitter is. Een paar weken geleden was dat nog Lodewijk Asscher. Lodewijk Asscher is afgetreden door de hele toeslagenaffaire. Maar hebben we aan de andere kant GroenLinks, met als lijsttrekker Jesse Klaver. Ooit was hij een van de jongste fractievoorzitters in het parlement. 15 jaar geleden deed hij eindexamen VMBO-TL en nu is hij al enige jaren lijsttrekker voor GroenLinks. En dan de SP, de Socialistische Partij, nou, de naam zegt het al, met als lijsttrekker Lilian Marijnissen. De dochter van Jan Marijnissen, die in de jaren 90 en het begin van deze eeuw deze partij groot heeft gemaakt. En de derde en laatste grote stroming in Nederland, dat is het confessionalisme. Stamt af van het woord confessie, wat geloofsovertuiging betekent. Nou, hier is de belangrijkste waarde het christelijke geloof. Het zijn tegenwoordig de christendemocraten. Belangrijke onderdelen zijn gespreide verantwoordelijkheid en naastenliefde. Dat betekent eigenlijk, gaat het slechter met je, moet je eerst voor elkaar zorgen voordat je de overheid erbij gaat halen. Rentmeesterschap is ook een belangrijk onderdeel van hun, hoe ze de maatschappij ingericht willen zien worden. Oftewel, laat de aarde achter zoals je die aangeboden hebt gekregen. Dus maak er geen puin op van, want dan ben je geen goed rentmeester. Het gezin wordt gezien als hoeksteen van de samenleving. Vandaar ook dat zaken als het homohuwelijk bij confessionalistische partijen toch wat lastiger liggen. Want daar kan geen gezin uitkomen. Een natuurlijk gezin in ieder geval. En ze bevinden zich vaak in het politieke en maatschappelijke midden. Dus niet aan die linkerkant met alles door de overheid. Ik chasseer het een beetje. En aan de rechterkant helemaal allemaal zelf alles regelen. Zij zitten wat dat betreft heel mooi in het midden. De bijbehorende partijen zijn het CDA, de SGP en de ChristenUnie. Nou, het CDA en de ChristenUnie zijn samen met de VVD en D66 de vier partijen die Rutte 3 hebben gevormd. Het demissionaire kabinet Rutte 3. De drie belangrijkste confessionele partijen had ik al genoemd. Het CDA, het Christendemocratische Appel. Het samengaan van verschillende politieke partijen 40 jaar geleden. Hier hebben we weer een gevalletje. Verschillende fractievoorzitter en lijsttrekker. De fractievoorzitter is Pieter Heerma, rechtsboven. De lijsttrekker is de huidige minister van Financiën, Bobke Hoekstra. Dan hebben we de ChristenUnie, met als lijsttrekker Gert-Jan Segers. En dan hebben we de
SGP, Staatkundig Gereformeerde Partij, dat is de meest christelijke van de drie partijen, met als lijsttrekker Kees van der Staaij. We hebben ook een stroming die de laatste jaren heel erg populair is geworden. Nou, daar zit het woord populair al in. Populisme, oftewel partijen voor het volk. Hè? Populus. En dat is niet zozeer een ideologie, maar meer een stijl van politiek bedrijven. Populisten zeggen namelijk altijd voor het volk op te komen. En keren zich tegen de elite, tegen de rijken, tegen de macht. Vaak zijn de standpunten ook sterk nationalistisch. Want voor het volk opkomen is ook vaak voor de witte mensen opkomen en dus tegen bijvoorbeeld immigranten. Nou, welke partijen of politici in Nederland kunnen we als typisch populistisch beschouwen? Dat gaan we zo meteen zien. We hebben op dit moment twee belangrijke politieke populistische partijen. Ten eerste de PVV van Geert Wilders, die al echt vrij lang op dit moment in de Tweede Kamer best wel een belangrijke positie inneemt. Afgelopen verkiezingen was het als tweede geëindigd tijdens de verkiezingen. En de partij van Thierry Baudet, Forum voor Democratie. Op een gegeven moment stond deze een half jaar tot een jaar geleden in de peilingen hoger dan zijn concurrent, zou je kunnen zeggen, in de populistische hoek, Geert Wilders. Maar door allerlei geruzie en gekonkel binnen de eigen partij, waarbij ook het antisemitisme en nazi-vergelijkingen werden gemaakt, is de partij van Thierry eigenlijk wel een beetje als een plumpudding ingestort. Thierry was even tijdelijk ontslagen, hij werd toen weer de lijsttrekker. En ja, hij staat nu in de peilingen op ongeveer 3 zetels. Bij de laatste verkiezingen in 2017 haalde deze partij er 2. Dan hebben we ook nog de zogenaamde one-issue partijen. Dat zijn partijen die voor één onderdeel opkomen. Natuurlijk wel standpunten hebben over andere onderdelen, maar bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren, die vooral dierenrechten hoog in het vaandel heeft staan. Nou, daarvan is de lijsttrekker Esther Ouwehand. Dan hebben we 50PLUS, die opkomt voor de ouderen. Dat is, daar is de lijsttrekker Corrie van Brenk, de opvolger van Henk Krol, die dit jarenlang gedaan heeft, maar met ruzie uit de partij is gestapt en nu voor zichzelf gaat beginnen. En dan hebben we nog DENK met Farid Azarkan. Het is een partij die opkomt voor de islamitische landgenoten van ons. Dan hebben we nog een heleboel andere kleine partijtjes die mee gaan doen aan de komende verkiezingen. We hebben er in totaal 89 die zich hebben opgegeven. Nou, die ga ik niet allemaal behandelen. Dan zouden jullie heel veel gezichten uit je hoofd moeten kennen. Dit zijn de belangrijkste gezichten. Mochten er nog belangrijke gezichten bij komen, dan gaan we dat in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart gaan we dat zeker behandelen. Naast links en rechts onderscheiden we ook vaak nog progressief en conservatief als tegenstelling binnen de politiek. Nou, ben je een progressieve partij, dan heb je vooruitstrevende, vernieuwende politieke ideeën. Dan ben je bijvoorbeeld voor het homohuwelijk. Dan ben je bijvoorbeeld voor abortus of dat er iets aan het klimaat gedaan moet worden om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Oftewel, er moet iets veranderen. Daartegenover staat het conservatieve gedachtegoed. Het behouden van politieke ideeën. Oftewel, niet te veel veranderen. Liefst alles houden zoals het was. Dus bijvoorbeeld, nog meer macht geven aan de Europese Unie. Laten we daar maar niet aan beginnen. Dat soort zaken zijn echte conservatieve zaken. Dit was Maatschappijleer, les 5, parlementaire democratie, deel 1.